Crash Chat, de informatieve slagader van het Impressfest. Yes, we zijn er weer. Onze één na laatste voorstelling alweer. Rick Lammers, Henk Overdijk. Leuk dat u er ook weer bent. We hebben vandaag weer een overvol programma, Rick. En een heel leuk programma. Een heel leuk programma. Vergeten. Wat gaan we allemaal doen? We gaan praten met vierdejaars studenten van Art en Design. We gaan praten met studenten van de muziekopleiding over hun favoriete muziek. Yes, en we hebben natuurlijk nog muziek van The Cube. Yes, aan tafel. En dan zijn we weer gewoon weer terug op onze plek, weer terug aan tafel. En het is vandaag zaterdag de 14e en gisteren was het natuurlijk vrijdag de 13e. En over het algemeen is het altijd een ongelukkige dag. En voor ons deze keer absoluut niet. We hebben 5-1 gewonnen van de Spanjaarden. Daar mag best voor geapplaudisseerd, dus mag best wat meer enthousiasme voor. Hoor. Dat is fantastisch toch? Yes. Hebben jullie nog gekeken gisteren? Alle vijf. Boven die van Spanje, die heb ik wel gezien. Ja, daar moet ik blij van. Yes. Zullen we ze even interesseren voordat we een gesprek gaan voeren? Ja, helemaal goed, joh. We hebben hier Femke Seelen, Sanne Perfons en Leonie de Wolf. Klopt dat? Jammer. Leuk geprobeerd. We hebben jullie aan tafel zitten natuurlijk omdat de volledige vormgeving van het Impress eigenlijk vanaf jullie opleiding is gekomen vanuit de Art en Design. En jullie hebben daar ook zeer zeker hard aan meegewerkt. We hebben buiten de kelder hebben we kunnen zien, de kelder. Wie van jullie heeft er meegewerkt aan de kelder? Het zit in de kelder, het heet? De kelder, het heet? Het bos. Het bos. Ja. Hebben jullie meegewerkt aan het bos? We hebben wel het plan bedacht, van dat er beneden een bos zou komen en dat je eigenlijk een andere wereld binnen loopt. Maar de tweede of de eerstejaars, die hebben het voor ons gebouwd. En wij als vierdejaars mochten dan werken. Oké, dus jullie zijn een beetje de brein erachter. Ja. Maar eigenlijk lijkt het alsof het hele Impress een beetje op één thema is gebaseerd. Is dat bewust geweest? Hebben jullie dat met z'n allen overlegd om te kijken waar gaan we naartoe? Of is het gewoon, we gaan gewoon wat maken en we zien wel of het bij elkaar past? Nou, we kregen in het begin eigenlijk gewoon te horen dat het thema jong beeld zou worden. Ja. En dan jong beeld in de vorm van dieren en zo. Dus aan de hand daarvan zijn we dus gaan ontwerpen. Maar het plein bleek dus vervolgens met het thema carnavalen te zijn. Dus we moesten het echt een beetje gaan mengen en zo. Dus dat was best wel een uitdaging. Want ik zie heel weinig dieren. Kun je dat toch? Of zie ik ze allemaal over de hoofd? Nou, hiervoor zijn dieren gemaakt. Die hebben de eerste en tweedejaars gemaakt. Daar zijn wel dieren. Daar heb je nog een hertenkop. We hebben hier nog hangen. Maar we hebben buiten. En we hebben daar nog een hele grote haas staan. Dat zijn ook nog de enige dieren, zover ik gezien heb. Maar alleen dit is eigenlijk in het jong wild. Echt gebouwd en het plein eigenlijk echt met carnavalen. Dus het zijn eigenlijk twee thema's die een beetje uit elkaar lopen. Deze kroeg trouwens, waar we nou zo gezellig in zitten, is ook gemaakt door de art en designers, geloof ik, hè? Ja. Ook het brein hierachter of hebben jullie ook daadwerkelijk hiermee geholpen om het op te bouwen? Nee, dit hebben ze totaal zelf bedacht en ook zelf gebouwd. En ik heb hier verder niet aan meegeholpen. Nee, vierdejaars helemaal niet. Nee. De bar is toch wel echt een van de hoogtepunten, hè? De bar, dat je makkelijk een drankje kan halen. Blijft de bar. Is het een blijvertje? Nou, normaal, alles wat wij bouwen met Impressfest in dit lokaal, dat blijft al sowieso een aantal weken staan. En soms zelfs een jaar. Yeah. Maar ik weet niet wat er precies blijft staan en wat er meteen wordt weggehaald. Maar als het mij betreft, dan blijft het staan. Maar dat zou wel mooi zijn. Jullie zijn ook alle drie vierdejaars, toch? Dat klopt. Ja, officieel 16 jaar. 16 jaar? Oké. Okay. Een lichte vertraging opgelopen ergens, ja. Jullie, als het goed is, studeren jullie allemaal af ook rond deze tijd? Of gaan we nog een jaar erover doen? Nee. Je wilde dit jaar absoluut vanaf. En natuurlijk om af te studeren, hebben jullie ook wat gemaakt? Los van dat jullie heel veel dingen al bedacht hadden natuurlijk, hebben jullie ook nog dingen gemaakt? En ik geloof dat van jullie voornamelijk bestond uit zelfportretten. Klopt dat? Dat heb ik doorgekregen van onze hoofdredacteur. Dus, niet helemaal. Niet helemaal? Nee, wat wij in de expositie hebben hangen, dat is wel een zelfportret. Tenminste, voor mij zijn dat drie werken en alle drie een zelfportret. Ja. Maar wat wij voor ons eindexamen hebben gedaan, dat is een project hier geweest voor het Impressfest. Wij hebben onder andere de muntverkoop hebben wij gemaakt. Ja. Het jagershutje. En wij hebben het carnivale dierenwagon die op het terras staat gemaakt. Oh, die hebben jullie daadwerkelijk gemaakt?
Okay, ja. Ik dacht dat die ook gehuurd was. Die ziet er echt goed uit. Nee, die van 2D dierenwagon. De tentjes zijn gehuurd, maar... Ja, dat snapte ik. Als jullie die nog helemaal hadden moeten maken, dat was heel veel werk geweest. Ja, dan hadden we vorig jaar wel kunnen beginnen. Ja, precies. Ja. Maar het schijnt ook dat jullie heel erg veel samenwerken. Ja. Waarom? Ja, het begon eigenlijk met in het derde jaar, dat we op stage gingen. En we hadden allebei het gevoel dat we echt naar het buitenland wouden. En allebei ook heel graag naar Bosnië toe. En toen zijn we met z'n tweeën een project gestart. En zijn we daar naartoe gegaan. En het klikt gewoon supergoed. Ja. Dus, ja. Hoezo Bosnië? Hoe kom je bij Bosnië? Nou, ik ben in het eerste jaar ben ik met een... Ja, dan lopen hier wat dingen, vrouwen. Ja, dan lopen hier wat mannetjes in. Zullen we anders jullie antwoorden ook geven? Want jullie staan hier op papier, lijkt het nu. Maar hoezo Bosnië? Ja, Bosnië. Nou, in het eerste jaar ben ik met Out of Area, dat is een organisatie. Ben ik mee geweest naar Bosnië en dat zijn meerdere studenten van deze school geweest. En het eerste jaar gingen we daar een gehandicapte instelling, gingen een speeltuin daar verbouwen. En het jaar daarop ben ik weer mee geweest. Toen gingen we een basisschool verven. En toen ben ik eigenlijk een soort van gevraagd ook of ik daar stage wou komen lopen. En nou ja, ik vind Bosnië gewoon echt een keileuk land. Dus ik wou er wel heel graag heen, maar liever niet alleen, omdat ze spreken daar ook niet echt Engels. Dus, en Sanne die wou gelukkig ook heel graag mee. En die spreekt vloeiend Bosnisch. Ja, ja. Ja, perfect. Vloeiend. Ja, dus Sanne mocht ook mee. En hoe lang zijn jullie naar Bosnië geweest dan? 3 maanden. 3 maanden? Ja. Dus alles achtergelaten om daar dan... Ja, we zijn alleen wel met kerst en oud en nieuw even terug geweest, om toch even bij familie te zijn. Maar daarna gewoon weer die kant op gegaan. Dat klinkt heel duur. Nou, gelukkig... Even heen en weer, dat klinkt toch best wel duur. Ja, nou, gelukkig heeft Out of Area daar een hotel aan een gigantisch mooi meer staan. En eigenlijk hebben we dat hele hotel voor onszelf gehad. Er was totaal geen personeel of wat dan ook. En daar mochten we dan tegen een klein bedrag mochten we daar slapen. Oh. En voor de rest eigenlijk alles wat je koopt in Bosnië, dat is niet zo heel duur. Nee. Dus. Okay. Leonie. Je hebt over het buitenland gesproken, hè? Want zij zijn naar het buitenland geweest. Oh, en jij schijnt dat ook te weer. Of jij schijnt er ook mee bezig te zijn geweest, met je modeshow. Ja, dat klopt. En jij was best... prima, jullie ding. Dus je had, ik wou net zeggen, jij hebt ook wat gedaan voor het Impressfest. Henk heeft net gezegd, dat is de modeshow. Ja. Ja, kun je daar wat over vertellen? Ik heb de modeshow hier georganiseerd met zelfgemaakte kleding, veralterde kleding. En dat is allemaal onder het mom van dingen een tweede kans geven. Wat ik met het project ga doen is, ik ga volgend jaar ook 3 maanden weg. Ik ga naar Thailand toe en dan ga ik in het vrijwilligerswerk in de hoek van meisjes uit de prostitutie te halen werken. En dan heb je als een soort van fundraising heb jij dan de modeshow gehouden? Ja, dat klopt. Onze hoofdredacteur kwam jou vlak van tevoren nog tegen. Ja, dat was even iets gebeurd geloof ik. We liepen een beetje door elkaar heen. Jij scheen een klein beetje gestrest te zijn in ieder geval. Niks gaat zoals het hoort en niks gaat zoals het gepland is. Gelukkig heeft het publiek daar ook niks van meegekregen. Dus allemaal was het echt een hele goede show geworden. Maar ging er iets fout dan? Er was geen geluid aanwezig. Dus en zo'n show draait op zich wel om geluid. Ja, een beetje een hele stille bedoeling van. Ja, En waren er veel mensen? Het zat van vol. Dus dat was heel gaaf. Ja. Veel geld ingezameld? Ja, tot nu toe 200. En hoeveel heb je nodig om weg te gaan? Om weg te gaan? Ja, het weggaan financier ik zelf. Oké. Okay. Gewoon omdat ik ga ook nog langs familie en zo. Dus ik zie dat niet als een straf. Nee, dat snap ik. Dus dat doe ik gewoon zelf. Ja, het is gewoon zoveel mogelijk. Maar wat ga je met het geld doen dat je hebt ingezameld? Met het geld ga ik werkpakketten bij elkaar stellen, zodat ik de meisjes beroeplessen ga geven. Wat zit er in zo'n werkpakket dan? De beroepslessen die ik ga geven is voor manicure, pedicure en allerlei andere dingen. Ik ben zelf nagelstyliste, dus dat kan ik wel heel goed leren. Dus dan moet je denken aan nagelfijlen, bokkenpootjes, misschien lakjes, leuke dingetjes. Bokkenpootjes? Om de nagel in me terug te duwen. Ja, dat weet ik niet. Nagelstyliste zeg je, want je hebt ook prachtige nagels. Dan kun je dat een beetje laten zien in de camera, want dat is toch wel... Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Ja. Dat is erg mooi, maar je hebt ook iets meegebracht, zag ik. Ja, ik heb maar wat dingen meegenomen, waaronder het boek met de foto's van de modeshow. Dus ik weet niet of jullie daar doorheen willen bladeren. Ja, dat zullen we dan na de show even doen, maar voor het publiek, hè? Dan kunnen we deze ook terugkijken. Deze foto's kun je ook ergens zien. Ja, uiteindelijk zal alles te zien zijn op Help Girls Run.
naar Thailand toe ga, dan kan je daar ook mijn blog volgen. Is het nog mogelijk om geld te geven, storten? Ja, zeker. Dat kan ook via helpgirlsaroundtheworld.web.com. Helpgirlsaroundtheworld.web.com. Girls, help girls run the world. Run the world. Run the world. Web.com. Denk maar Beyoncé. Ja, moeten we het van haar hebben. En dit nu, dit, dus dat is jouw project. Jij hebt ook van alles gedaan. Je hebt van alles gedaan. Maar jullie zijn er straks afgestudeerd als het goed is. Uit. Toch? Dat hopen we. Ja. En dan, wat gaan we doen? Wat de opleiding is afgelopen. Je hebt er iets langer over gedaan. Je hebt er 6 jaar over gedaan. Maar ik neem aan dat jullie verder willen. Wat gaan we doen? Ja, afhankelijk van hoe ik Thailand ervaar, ga ik daarin verder. Jij wilt blijven helpen eigenlijk. Ja. Mensen blijven helpen. Ga ik maatschappelijk werk studeren of psychologie. Ja. Okay. En voor jullie, de samenwerking? Gaan we daar nog meer van terugzien als jullie straks afgestudeerd zijn? Of gaan jullie allebei ieder voor zich lekker solo? Ja, we gaan wel uit elkaar. Ja, ik wilde na dit jaar nooit meer zien. Nee, dat hebben we al besproken. Nee, ik ga naar Leeuwarden. Ik ga creatieve therapie studeren. En ik ga eerst cultureel maatschappelijke vorming doen. En dan hoop ik uiteindelijk naar de universiteit om antropologie en ontwikkelingssociologie te kunnen studeren. Dat is een hele mond vol. Dus niemand hier is nog klaar. Iedereen gaat lekker verder. Ja. Nog één vraag natuurlijk. De vraag die wij het allerbelangrijkst vinden. Ja, wie gaat het WK winnen? Nederland, toch? Nederland. Bosnië. Bosnië. Ja. Leuk geprobeerd. Ja, leuk. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Yes. En dan gaan we nu luisteren naar de muziek van The Cube. Nothing to lose. Nobody loves me. Nobody seems to care. Oh, nobody loves me. Nobody seems to care. Speaking of bad luck and trouble, well, you know I have my share. En we zijn weer terug. Dat was The Cube. The Cube, yes. Ja. Prachtig nummer. En er komen nu allemaal mensen aan tafel. De gasten druppelen eigenlijk een beetje aan tafel. Gaat nog niet heel erg snel, maar fijn dat jullie er zijn. En ook de muzikant van The Cube. Ja. Jouw naam is Mick, klopt Mick, dat? Klopt. Mick, ja. Nou, kijk. Yes. Dan zit hij verder nog aan tafel. Damien. Ja. Ik zei al Damien, maar dat mocht niet. Nee, dat is een foutje. Ja. Het is Damien. Dan hebben we nog Arjan. Ja. En Safan. Ah, kijk. Welkom aan tafel. Damien, we beginnen bij jou.
Damien. Damien, verdorie zeggen. Dan leer je nog zo binnen en dan gaat het nog wel. Je hebt niet door dat we het al een paar keer verkeerd hebben gedaan. Ja, dat hebben heel veel mensen. Maar voor jou is na de talkshow nog een heel bijzonder moment. Ja, ik moet zo meteen mijn examen doen. Oeh, spannend. Ja, ga je het examen doen straks? Zometeen hier in het verzetje om 9:45. En we hebben ook iets gehoord over een EP die je gaat uitbrengen, klopt dat? Ja, de EP zou ik vandaag uitbrengen, maar helaas kon die niet op tijd geleverd worden. Wegens een paar fouten bij de drukker. Dus, wat is er fout gegaan dan, dat de EP er vandaag niet is? Ja, ze zouden me een bericht sturen dat er moest een proefdruk gemaakt worden, maar dat was ook allemaal te laat, dus ik kon het niet krijgen voor het weekend. Het is geen goede reclame voor degene die jouw EP zou gaan drukken. Nee precies. Dus misschien moeten we om eens een beetje te sparen de naam maar even niet vragen. Nee. Laat het tenminste nog heel. Maar ik kan me voorstellen dat je heel erg lang bezig bent met zo'n productie voor een EP. Ja, nou, het viel wel mee. Heel eerlijk ook, hè? Ja. Dit bandje bestaat maar 3 maanden. Oh, oké. 3 maanden. En dan nu al een EP? Ja. Dat bedoelt veel goed. Ze is heel productief dus. Ja, nou, ik had dus een eigen productie nodig om af te studeren. Dus ik dacht van, laat ik in 3 maanden gewoon van nul naar een heel EP gaan werken. Dus ik heb in 3 maanden even 5 nummers geschreven, een hele band bij elkaar even gezocht. 5 nummers geschreven. Even 5 nummers. Ja, leuk. En dan direct de studio in en drukken maar. Maar je moest, je zegt bijna, moest een band in elkaar zetten. Betekent dat veel goed voor de toekomst? Of doe je het nu om af te studeren en dan kan die band ook weer gewoon gaan? Of is dat niet het geval? Ja, dan lekker verder. Ja, dat weet ik niet. Als het wat wordt, dan ga ik er natuurlijk mee door. Maar ja, ik ben niet echt een bandleider of zo. Ben je tevreden wel over de EP, aangezien het allemaal zo'n korte tijd is? Ja, dat wel. Het zijn hele toffe nummers geworden allemaal. Kun je ons wat vertellen over de nummers? Ja, de nummers. Ja. Wat voor stijl speel je? Ja, wat voor stijl hebben we? Het is een beetje poprockachtig en een beetje, hoe kun je het noemen? Een beetje pop met funk. Zoiets. Klinkt goed. Je schrijft, ik neem aan dat de tekst ook ergens over gaat. En als je dan in hele korte tijd 5 liedjes moet gaan schrijven, waar ga je het dan over hebben? Ja, nou, dat is een goede vraag. Ja, een hele goede vraag. Je hebt ze wel alle 5 zelf geschreven. Ja, ik heb met twee nummers heb ik hulp gekregen. Maar de nummers waar ik over schreef zijn, 2 nummers. Daarvan zijn een soort van partynummers, een beetje over in de club, een beetje dansen en wasted word. Zoals zoals iedereen doet tegenwoordig. Het klinkt alsof je een beetje meer geschreven hebt wat het publiek wil horen in plaats van wat je zelf wil zeggen. Ja, dat klopt. Oké, daar ben ik gewoon heel open in. Dat is gewoon, nee, dat was ook een beetje de bedoeling van het project. Ja, je wou echt meer publiek gericht, inderdaad. Maar als je publiek gericht bent, dan zou ik zeggen, ga lekker door. Dan, als je dan nu wel bezig bent met publiek maken, je eerste EP, als jullie zo hard kunnen werken, waarom zou je er dan mee stoppen? Ja, nee ik wil er niet helemaal mee stoppen natuurlijk, maar... Ja, ik moet even zien hoe het allemaal uitpakt vanavond. Als het heel mooi wordt, dan ga ik er natuurlijk mee door ook. En tegenover jou zit, even kijken, Mick. Ja. Mick van The Cube. Waarom The Cube? Waarom heet jullie The Cube? Nou, we konden geen naam bedenken. En we zaten met z'n 4 in de oefenruimte. Ja. En er is een versterker genaamd The Cube van Roland. En die, daar speelde ik op dat moment toevallig over. Dus... Is dat het simpelweg? Is dat een naam gebleven? Ja. Kan zo makkelijk gaan, hè? Ja, bestaan jullie ook nog maar 3 maanden, of dat niet? Nee, we bestaan nou sinds december ongeveer. Alleen in deze bezetting dus 2 weken, aangezien onze drummer ons net heeft verlaten en wij zoekende zijn naar een nieuwe drummer. Oh. Ah, nou, maak even reclame, wat voor drummer zoek je precies? Ik zou zeggen, een beetje jazzy-achtige bluesdrummer, die zoeken we, die wel een beetje, en kan rocken. Wat betreft optredens, spelen jullie ook al veel? Nou, eigenlijk niet. Want we hebben 1 keer bij mijn hoofdvakpresentatie gespeeld en dit is onze 2e keer. En dus ook akoestisch nu dus, door omstandigheden. Dat is toch wel heel anders. En jij bent de zanger? Nee, ik ben de gitarist. Je bent de gitarist, verdorie. Heb je het niet gezien dan? Nee, sorry. Hij stond achter de tv. Sorry, slecht voor mij. Maar als jij dan gitarist bent, waarom vertegenwoordig jij de band en niet de zanger? Meestal is toch de zanger het gezicht van de band. Dat is waar, maar het is mijn eigen project dan hier op school. Ja. Maar ik bedoel, dat wil niet zeggen dat het meer mijn band is dan van de andere 2 jongens. En ik ben de laatste tijd dan het meeste bezig geweest met teksten schrijven. Dus
eigenlijk heeft het ook geen reden dat ik hier zit in plaats van zij. Maar ja, nee, er moest iemand steenpapier scharen, jij bent het geworden. Ja. Nee, ja. Dat is heel fijn dat de gerichtheid van de muzikant tot dusver op tafel. Jullie hebben niet echt een lijn, hè? Tot dusver. Je zijn hele vrije artiesten, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Ja. En we hebben dan ook Arjan. Ja. Arjan, jij hebt, je bent derdejaars muzikant. Ja. En jij hebt gewerkt tijdens je stage voor Impress Records. Ja, ik heb hier de sleutel hangen. Het is officieel. Dat je bewijsmateriaal. Oh, ik kan niet. Dat gaat niet. Ik kan hem los en dan heb je al een sleutel. Nou, dit is de sleutel. De sleutel. Voor waar er maar één van is. Deze. En wat kunnen we met die sleutel? Want het is hartstikke leuk zo'n sleutel, maar ik heb geen flauw idee met de sleutel. Je kan een koffie drinken. Oh, gratis koffie. Doe mij ook zo'n sleutel. Dus, ja. En wat kun je nog meer? Ja. Reclame maken voor de school eigenlijk. Met een sleutel, dat vind ik heel bijzonder. Allemaal met de sleutel. De sleutel tot succes heb jij eigenlijk om je nek hangen. Ik kwam even daar mee geven, dat is EP. Wat Impress Records doet is eigenlijk de muzikanten van de school promoten. Maar dat is toch hoogst het grootste deel, is dat administratief? Dat klopt. Administratief. Ja, je zit de hele dag eigenlijk op kantoor koffie te drinken onder. Nee, je bent heel veel bezig met... Ja, optredens regelen, promotie maken, bands helpen met waar ze ook mee bezig zijn. Maar waarom kies je dan voor zo'n administratieve stage? Je bent toch muzikant, je wilt toch muziek maken, je wilt spelen? Dat doe ik dus ook. Dat is mijn hoofdproductie, mijn eigen productie. En mijn spelende productie is dus de stage bij Impress Records. En het mooie is dat je als muzikant kun je nog zoveel mooie liedjes schrijven, maar als je geen verstand hebt van het hele muziekwereldje, dus hoe je het allemaal moet aanpakken, dan heeft het geen zin. Dus ik heb daar zoveel ontzettend veel geleerd over hoe alles werkt en promotie en radio dingen en dat soort dingen. Dat is, ik ben echt heel blij mee dat ik het gedaan heb, want ik kan nu mijn eigen promotie regelen. En ik weet precies hoe je een persbericht schrijft, hoe je omgaat met media en dat soort dingen. Dus als het goed is, gaan we nog heel veel van jou horen. Dan, dat is wel de bedoeling, ga je zoveel reclame voor jezelf maken dat we straks niet meer om jou heen kunnen. Ja, dus jij hebt wel een hele duidelijke lijn. Ik heb wel een vrij duidelijke lijn, ja. En je eigen productie? Wat is jouw eigen productie? Dat is de band Nowadays. Nowadays, yes. En die is sinds september bestaat die nu. En we hebben een EP opgenomen, maar we vonden de kwaliteit net niet zo genoeg dat we dachten van dat gaan we uitbrengen. We hebben één single opgenomen bij Arvid Kleizing, bij Studio Boterdiep. En die hebben toen online gereleased en dat werd, succes. Dat klinkt een beetje arrogant misschien. Dat was meer succes dan we hadden gedacht. En toen hebben we gezegd, van, dan gaan we die oude nummers gaan we dan niet uitbrengen. Omdat hij, dan snijden we onszelf alleen maar in de vingers. En we kunnen hem dus ook zien, dat nummer dat toch wel enigszins succes gehad heeft. Ja, jij kan hem horen. Horen, je hebt er geen clip bij. Nee. Maar waar kunnen we hem horen? Op YouTube en op onze Facebookpagina. En ook op Spotify of dat nog niet? Nee, dat nog niet. Dat wordt de volgende stap. Ja, dat is de volgende stap, ja. En de laatste gast. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet zo goed, ik weet helemaal niks over jou. Zou je iets over jezelf kunnen vertellen? Ik drum in het bandje van Damien. Hoe is het werken met Damien? Ja. Een bandleider zonder richting. Ja, het is wel chaotisch. Chaotisch. Maar dat werkt wel. Ja. We zijn allemaal muzikanten. Je kan altijd nog auditie doen bij de volgende band. Die zoek ook nog. Als daar meer lijn in zit, kun je daar nog naartoe. Dan moet jou een microfoon aangereikt. Maar je bent een drummer. Hoeveel jaar ben jij inmiddels? Op deze school? Op deze school? Ja, op deze school. Ik zit hier niet op school. Je zit hier niet op school? Je bent echt een... Doe je ook een muziekopleiding dan? Of? Nee. Helemaal niet? Nee. Wat studeer je? Ik studeer detailhandel. Detailhandel? Ja. Oké. Okay. En dan word je hier opeens van blok gezet voor de talkshow. Ja. Ik hoop voor jou dat jullie bent blijven staan. Want wist je al dat jullie nog niet zeker wisten dat jullie doorgingen? Of hoorde je dat ook verkeerd? Dat wist je al. Okay. Dat scheelt, want het zou een heel raar gesprek worden straks hierna. Kom gezellig nog even bij de bar. Gaan we het hebben over waar wij denken dat jullie naartoe moeten misschien. Want aangezien jullie nog geen richting hebben, kunnen jullie daar misschien nog naartoe. Yes. Jij mag terug. Ik ga terug naar mijn gitaar. Ja, straks nog even horen. De EP, jij bent nog niet, gereleased, maar wanneer gaat het nu dan wel gebeuren, zeg maar? Ja, ik hoop volgende week ergens. Je mag, ja, wel. Ja, dankjewel. Je hoopt volgende week ergens. Ja, als het klaar is, dan... Dat is ook heel goed. Ja. Als het klaar is, je weet nog niet precies wanneer. Of je durft geen datum meer te noemen, is het inmiddels alweer zover? Nee, ik durf geen datum te noemen, maar... Ja. Het gaat goed komen. Ja, je hoort het nog wel. Hey, okay. Ik wens jullie echt heel erg veel succes. Ik wil eerst nog even één vraag stellen. Sorry, de WK. Ja, het WK. Het WK. Wie gaat er winnen? Nederland natuurlijk. Nederland natuurlijk.
Nederland. Nou, weer een optimistische tafel. Ik ben zo blij, 1/5 doet wonderen met ons land. Even vraag hoor, waren jullie gisteren ook al van mening voordat de wedstrijd begon dat Nederland kampioen ging worden of is dat gisteren omgeslagen? Daarvoor niet. Ik ben echt een Nederlander. Als we daar één wedstrijd winnen, gaan we gelijk het hele kampioenschap. Dan gaan we meteen winnen. Hartstikke mooi. Nou, hartstikke bedankt. Heel erg veel succes nog in de muziekcarrière. Ja, en succes met je afstuderen. Yes. En we gaan kijken naar The Cube. Dit is een van onze eigen nummers. Too Late for Crying. De Cube, die zelfs zonder drummer echt steengoed dus klinkt. Mocht je nog echt een band zoeken als drummer zijnde dan zou ik me zeker even melden bij deze jongens. Ja. En dat was hem. Ja, want je bent gegroeid. Absoluut. Ja. Ik ga er zal er even vanaf gaan, het is ook net iets te flauw voor woorden. Maar we zijn er straks weer hè, om 10:30. Ja, dit was de vroege editie. Wat kunnen we verwachten dan? We gaan even terugblikken, want het is natuurlijk een heel lang proces geweest. Ja, heel, dus het is verschrikkelijk lang geweest. We hebben het fantastisch leuk gehad, ook met z'n tweeën. En we gaan natuurlijk de genomineerden. Ja. En met de genomineerden gaan we bekendmaken voor de KTM'er van het jaar. Gaan we kijken wie de beste KTM'er van het jaar is. En we kunnen alvast één ding verklappen, wij zijn het niet. Nee. Tot vanavond.